Jongens ben ik verwend. Wij als aangetrouwden vonden toch wel dat ze... Ze hangen ook ontzettend aan elkaar. Dat blijkt wel hier, al dat vele tijd te logeren. Maar dat hebben ze dus, ja. Maar die moeder, als jij die kent, dan dat is een hele aparte vogel. Door de loop der jaren, ze zal vroeger was ook al wel een eigen tijdsgeval, maar door de loop der jaren heb ze iedereen kende in het dorp, moedige huurtje, heet ze. Het is niet mevrouw Zuurbier. Oma Guurtje. Ja. Nico die zegt tegen mij, was ze zegt, ik heb een hekel aan vrouwen. Behalve aan zijn moeder. En Thea, dat kan ook nog net. Nou, dat heb ik ook wel eens gedaan. Wat. Nou, hij was jong dat hij trouwde. Maar anders had ik misschien nooit gedaan. Ik weet het niet. Maar weet je wat het is? Zo'n Thea ook, die stelt natuurlijk bepaalde eisen. Als jij een jong gezin gaat stichten en je gaat daar in Friesland wonen en ze begonnen daar ontzettend primitief. Nou, dan stelden zij natuurlijk aan hem ook bepaalde eisen. Ik bedoel, zelfs gooiden ze zich er tegenaan, maar dat moest hij ook. Nou, en dat was nou net het struikelblok, want meneer had zijn eigen leven natuurlijk. Ja. Nou, daarom heb je een hekel. Anders niet hoor. Anders had hij geen 8 kinderen gehad, hè. Nog geen kinderen, hè? Nee, vacanceerde nog niet ouder. Nee. Maar dat moet ook niet. Hoe oud ben jij nu? 22. Ik was 29 aan de eerste plek. We zijn nog even te kijken. Oh, nou kijk aan. Nee hoor, sprak ik van. Mijn zusje die is 18 en die laat ik eerst op volgaan. Die trouwt straks, dus. Ja hoor. Je hebt gisteravond gebeld. Is het nou waar? Gaan de Niekes koeien nou weg? Gaat de Heider? Nou, daar heb je er! Daar Heider! Oh. Oké, joh. Eruit. Gaan we moeten weer de 5 vieren? Even. Hoe zit het hier? Ja, moeder gaat de 5 vieren. Is er een jarig, hè? Wie? Joop. Breipal krijgen. Verbeek. Verbeek. Ja. Die koeien... Moeder, iets even gelaten. Even de koeien van Niek. Even eruit. Niet te lang. Niet te lang. Nou, dan kan je moeder afscheid nemen van de jongens. Te laat. Nee. Van de jongens die moet er ook met hem, die ben je ernaar. Oh, ja. Zo, ja. Denk er even een keer van. Goed, Sila. Denk je dat je het wat? Je wordt zo stijf, hè? Moeder? Stijf kan ik niet worden. maar ik ben het. Ben daar gelopen, joh. Is het nou mooi? Ja, het is prachtig. Denk erom. Ja? Aan de kant. Ze hebben het altijd over u, dus... Ik denk, nou komt ze er nog aan ook. Hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? He? Ja, maar 1 keer is genoeg. Ja, wat vind je van die jongens? Dat ze dat doen? Vreselijk. Vreselijk, ja. Ik denk, hoe moet ik dat nou zeggen? Vreselijk. Nou joh, had u 5 minuten eerder komen moeten. Laat hem inladen. Oma, alles goed? Nou, doe dat ja. Ja, maar ja. Dat is wel laatste keer misschien, hè. Die jongens is ga je weg. We trekken. Ga nu even weg met die film, even die haren. Nee. Ja, maar ja, want dat is het ook bij jou doen, hoor. Jammer, mee. Ik heb het vergeten. En Roem was er zo. Als je niet met jou rum hoort, dan weet je dat. Maar dat is er geen van niet. Oh, Botja, dat is zo. Dat ben jij. Ja, dat ben ik. Moeder, dat is een aard. Die had er al eentje kalf, nee, ja? Nee, ik wou niet mee. Oh, gelukkig. Moet hij ook vandaag nog niet? Nee. Heb ik zo'n hartje eroverheid. Ik zag jullie al gaan. Kalfje, kom. Ja, mooi, heb je hele nacht niet geslapen, natuurlijk. Ja, dat hou ik nog wel. Dat valt wel mee, hoor. Hier is oma, heeft hier gewerkt altijd en gewoond. Ja. In dit huis. Ja? Dit is haar, hier is geboren. Nou, niet geboren. Hier is, dit huis is voor hun neergezet. Hoe lang? Oh, ja, ik ben 87. Ja. Hoe lang kunt u wezen? Dat u hier woonde? Ja. 56 jaar terug. Hoe oud was u dat u trouwde? 23. Nou, dan is het 55 jaar terug. Dat u hier kwam? Nee. Dat het huis neergezet is. Dan. Even kijken. Nou, 65. Nee, je moet er 85. 87 min 23 is 64. 64 jaar terug. Dat haalt dus op. Nou. Heb toch geen heimwee naar die boerderij? Nou, wil je ook mee naar Frankrijk? Ga je ook mee? Nee. Nee, ik
ik ga naar je schoonzoon van me. Oh. Nee, je gaat naar je dochter. Maar moeder, wij kunnen wel gaan, denk ik. Ja, wat moeten wij hier nog langer doen? Ik moet de koeien gedacht zeggen. Jos, ga uit. Is Kees niet mee? Ja, Kees is ook. Die is de hand aan het wassen. Veel hoor, een zegen, moeder, in het nieuwjaar. Ja. Oh ja. Ja, ik heb het niet voor. Ook zo uitgebleekt, hè? Maar ik ben geboren pikzwart. Ja? Ja. Nou, dat fotootje. Ik heb het nooit pikzwart geweest ook. Of kom er niet meer. Lastige man, hè, zo'n kinderen. Ik weet dat. De oorlog zal wel wat aan gedaan. En Nico, weet je wat Nico tegen me zei? Laat. Dat ze allemaal een moedercomplex hadden, alle kinderen. Is dat zo? Dus heb van vader. Nee, de jaren van vader. Nico van vader. Ja? Nou, hij is gek op zijn moeder. Ja, dat kan wel wezen. Ga je op Kees wachten? Ik kom zo ook. Ja. Nou, oma. Ah, Lutske. Hallo. Is het goed, Lutske? Ja, Lutske. Goed zo. Het is goed te houden. Nou, hier hebben we... Dus kan ik dat niet leren. Dus kan ik dat niet onthouden. Sietke. Sietke. Sietke kan ik wel gewoon. Ja, Lutske kan u niet onthouden. Sietke de rat. Ja. Sietke. Ja. Ja, zag je moeder Jolle met weemoed weggaan? Oh ja, dat denk ik ook. Ja, doe ik ook niet. Hier hebben we Kees. Kees, oh ja. De grot moet even goeie dag zeggen. Oma, het beste en tot ziens. Doe niet zo krut. Doe niet. We zijn echt een zeurbier, hè? Dat hij van Niek. Wat dan, Jan hoor. Hé Jan ook, dag oma. Ik heb alles uit met het nieuwjaar. Ja, dank je wel. Oh, goed, Jan uit Winter. Ja. Nou, want Deus wil weg, hè. Deus wil weg. Deus is van de werkende stand. Oh, die zijn er bijna niet meer. Die zet niet aan het uit. Die is gedresseerd. Nou, mannen. Ja, zeg nog maar even wat tegen die jongens. Ja. Veel genoegen, veel succes en geluk. Dank je wel, jongen. Zie je hoe gelukkig het gaat? En tabloid, weet je. Dat is gek. Ja. Je bent mager geworden. Want wij zijn allemaal zenuwen en... Lutske, die is even klaar voor. Die heeft er ook wat langer de tijd voor gehad om zo ver te komen. Hè? En Sietske moest er vlug. En Kees is er zelf al lang over klaar. En Sietske heeft kort tekort tuin van Kees. Te kort tijd had. Nou... Ik ben jong, joh. Ze ben, inderdaad, ze ben Waar jong. Bergen kan je overwinnen. Raaien, Pieter. Ja. Wegwezen. Bergen kan je overwinnen. Waar Mooi. Er staat even. Jij wordt er weer een mooi stuk. Dat had ik de vorige keer ook mee naar Frankrijk. En toch te kort, hè? Ja. Ik denk... Je doet het weinig en dan zit je met te roken. Niks waard. Niks waard. In die auto. Raaien, joh. Raaien, joh. Tot ziens. De mat. Bedankt voor de goede zorgen. De markt.